bomen zie je natuurlijk wel eens namen gekerfd staan of prachtige liefdesverklaringen. Maar er zijn ook soms tekens die zelfs met de Tweede Wereldoorlog iets te maken hebben. En Bas Visser die is echt gefascineerd geraakt door dat soort tekens eigenlijk, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. En we staan hier nou bij Schaarsbergen, Arnhem-Noord. En er is hier in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel veel gevochten. Operation Market Garden en het optrekken naar Arnhem. En we staan hier nou bij een boom. En er is door de Canadezen in de laatste dagen van de oorlog is erin gekerfd. Canadian. Hier zie je al gewoon echt letters inderdaad. Ja. En er staat dan ook nog een datum, maar die is behoorlijk vervaagd. Een paar jaar geleden was ik hier, toen kon je nog de 8e mei goed lezen. Maar ja, die boom die wordt steeds dikker, waardoor die letters steeds... Trekt het uit elkaar. Ja, precies. En hoe ben jij er nou op het spoor gekomen dan? Beroepsmatig loop ik boomveiligheidscontroles. Ja, en hier in de regio, ja, dan bekijk je zo'n boom. En op een gegeven moment... kwam ik dus dit soort kervingen tegen en dacht van eigenlijk moeten we daar wel wat mee. Want het is voor gebouwen en zo, er wordt natuurlijk heel veel in geïnvesteerd als cultureel erfgoed. Nou, ik heb dit toch eigenlijk ook wel een stuk monumentjes. En, wat me heel leuk lijkt is om het verhaal achter de kerven te vinden. Dus wie heeft dit nou gezet? Welke mensen hebben hier gezeten en hoe ging dat allemaal in zijn werk? Ja, dat zag je natuurlijk compleet anders uit, hè? Ja, daarom. Ja. Dus dat... En ja, het mooiste vind ik dus als we een kerf hebben waar we echt een persoonlijk verhaal achter kunnen krijgen. Ja, en wat zegt jouw gevoel dan of waar hoop je eigenlijk op als je fantasie een beetje met jezelf aan de loop gaat? Ja, dat je gewoon nog een nabestaande vindt in Canada en dat hij dan nog kinderen heeft. Die kunnen zeggen van, oh, opa heeft daar dus in de boom gekerfd. En ja, zijn verhaal, wat is er van iemand geworden na de oorlog? Is die getrouwd? En dan, hier hebben we de eentje, die is moeilijk te zien. Oh, 1941, een hakenkruis. Foute boel. Ja. Ik zou dus vast willen leggen, waar staan die bomen nou allemaal? Ja. En op het moment, zo'n boom heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Als zo'n boom echt op is en er moet geveld worden, het stamdeel prepareren en dat naar het Nationaal Militair Museum bijvoorbeeld in Soesterberg. Met het verhaal van de kerver. En dan een laan eigenlijk van stammen. Oh joh, je hebt het echt helemaal uitgedacht. Ja, nee, dat lijkt me dus wel heel mooi. Heb je al wat verhalen verzameld? Ja, ik heb een verhaal van een militair, John Stanley Kleven. Dat is bij Nijmegen in de omgeving. Daar hebben we hem aan de hand van een kerf teruggevonden. Er stond dan J. Kleven en dan M.A.N. Canada. En dan M.A.N. dat is Manitoba, dus de provincie. Dus dat was op zich goed terug te vinden. En op basis van de eerdere rapportage heb ik dan ook nog ben ik benaderd via de mail door een mevrouw uit Hal. En haar vader had in de oorlog in een boom gekerfd als klein jongetje. Dus, okay. En er stond er Ozo. En dat staat dan weer voor Oranje zal overwinnen. En dan verderop stond dan Rotmof. Maar ja, ondertussen begreep ik van zijn dochter dat hij het in de oorlog eigenlijk maar wat leuk vond om met die Duitsers te spelen. Want hij was gewoon kind en... Ja, begreep dat toch allemaal niet. Wat voor hulp zou jij dan zoeken nu? Ja, eigenlijk is alle informatie is welkom. Ja, misschien is er nog wel iemand met zo'n fascinatie als jij die dit onderzoekt of daar iets van weet. Precies. Nou, ik ken dan één iemand in de omgeving van Nijmegen, die is ook bezig. Dat is meneer Klinkenberg. Dus daar heb ik contact mee. Maar ja, ongetwijfeld dat er misschien wel meer mensen in Nederland daarmee bezig zijn. Oké. Dus ik hoop dat mensen zich welkom, melden. Verhalen zijn welkom, hè? Alle informatie eigenlijk. Precies, over alle de informatie welkom. Of de verhalen erachter, of mogelijke bomen die ermee te maken hebben. Alles is welkom, hè Bas? Precies. Op dus de site. Meld het en dan kunnen we er hopelijk wat mee. Zo is het. Wat is het toch leuk dat mensen bijzondere fascinaties met ons willen delen. Weet u nu bomen waar kerven uit de Tweede Wereldoorlog in staan? Of kent u verhalen achter die kerven? Gelderlandhelpt.nl